Ik ben nou zoveel in de publiciteit geweest dat de meeste mensen al een beeld hebben en daar wil ik niks meer aan veranderen. Ik heb eindelijk vrede met mezelf. Ik heb een leven van strijd gehad, strijd met mezelf, in vele opzichten. En eindelijk heb ik er vrede mee. Volgens het NRC ben ik frissant rijk. De slavernij is over. Kolonialisatie is over. De kasjiks zijn over. Pockets of privilege zijn over. Closed society, closed elite is over. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Binnenste Buiten. Het is weer maandagavond, dus Binnenste Buitenavond. We hebben vanavond in de studio een kleurrijke man. Een man die hier leven in de brouwerij brengt op een of andere manier. En we gaan proberen te ontdekken wie die man is. Dames en heren, ik heb de eer te mogen praten vanavond met Jacob Geld Dekker. Geld met een T. Dag Jacob. Hallo. Fijn dat je er bent, dat je je kostbare tijd hebt willen vrijmaken om hier met ons in Binnenste Buiten te zitten. Je weet, in Binnenste Buiten praten we over wie ben je, wat doe je, waarom doe je wat je doet. Een beetje in de context van waar waren we met Curaçao, waar zijn we beland en waar gaan we naartoe. Hele mond vol, maar dat is zo ongeveer de structuur van de lijn waar langs het gesprek gaat. We beginnen direct. Wie is Jacob Geld Dekker? Wie ben je als mens? Wat is een soort man bij je? Ben je lief? Ben je... Het is moeilijk om mezelf te oordelen. Volgzaam? Ik ben nou zoveel in de publiciteit geweest dat de meeste mensen al een beeld hebben. En daar wil ik niks meer aan veranderen. Ze zoeken het maar uit of ze me lief of aardig vinden. Of naar of lelijk of wat dan ook. Wat vind je van jezelf? Ik heb eindelijk vrede met mezelf. Ik heb een leven van strijd gehad. Strijd met mezelf. In vele opzichten. En eindelijk heb ik er vrede mee. Recentelijk? Ik denk, als ik terugdenk, de laatste 6, 7 jaar. Ja. 6, 7 jaar. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Nederland. In de buurt van Alkmaar. Dus in Amsterdam-Noord. Nee, Holland-Noord. Noord-Holland, weet ik wel. Ik ben zo lang weg, ik haal alles overheen. Ja. Alkmaar, Kaas, ja. Ja, zo'n beetje, ja. En ik heb daar gewoon tot en met mijn studententijd. En daarna heb ik in Nederland gezeten, in Amerika, in Japan, in Hongkong en nou ja, overal. Wereldburger geworden uiteindelijk. Ja. Wat was dat voor een nest waar je uit voortkomt? Het was geen nest, het was een gezin, maar het was een hopeloos gezin. Zo? Wel, het was typisch zo'n gezin van een... Mijn vader was een onderduiker. Had zijn vrouw en kinderen verloren in 1944. Was ondergedoken bij een boer in de Schermer. En hij trouwde uiteindelijk met de jongste dochter van die boer. Dat was mijn moeder. En ja, toen kwam natuurlijk 1945, 1946, dus de oorlog was afgelopen. En toen was het hele stigma, maar ook die spanning en die adrenaline van het onderduiken was afgelopen. Ja. Dus die huwelijken vielen allemaal uit elkaar. Dat was... Na de oorlog was de spanning van het onderduiken weg en was natuurlijk de vrouw, de jongste dochter van de boer, mijn moeder, jij gore rotjoord, jij hebt de boel belazerd. Dat was wat uiteindelijk uit de bus kwam. Het antisemitisme na de oorlog was in vele opzichten veel sterker dan tijdens de oorlog. Vooral toen Joden terugkwamen uit de kampen en hun eigendom terugeisten of hun identiteit terugeisten. Mijn vader had zijn identiteit verscholen, verborgen. Hij was door de oorlog gegaan in voor die tijd als een protestants dominee, gespecialiseerd in het Oude Testament. Zie je dat? Dat was een perfect cover. En zo had hij geleefd. Hij had, je weet, de onderduikers moesten kostgeld betalen. Niet zo'n beetje, maar een heleboel. Bijvoorbeeld een pond boter kostte gauw 200-300 gulden. En... Zolang je kon betalen, mocht je blijven. Als je niet meer kon betalen, dan bekentenis schrijven.
of een hypotheek nemen op je huis. En als dat allemaal op was, dan werd je gewoon ingeleverd bij de darts, want dan kregen ze nog een premie voor je. Zo ging het. Mijn vader had allemaal schuldbekentenissen geschreven en hypotheek op zijn huizen. En die bleken na de oorlog niet gedekt te zijn. Dus de gore rotjood had de zaak opgelicht. Nou, dat was een ontzettend felle situatie. Daardoor was mijn moeder ontzettend fel op mijn vader. Het was een oplichter. Ik heb hem altijd leren kennen als de oplichter. En mijn neefjes, ik kan me nog herinneren dat ik 25, 30 was, dat mijn neefjes aan de deur kwamen met de schuldbekentenis van mijn vader om zijn onderduikschuld af te lossen. Ik wilde dat nog innen. Dat is toch eens een heel ander verhaal dan het romantische beeld van de goede Hollandse gemeenschap die zich ontfermde over de Joden. Dat is helemaal niet zo. Ja. Er is geen land in Europa waar de Joodse gemeenschap zo grondig is uitgemoord. Anne Frank's story houdt op met het inleveren van de onderduikers. Exact. Ja? Laat het alsjeblieft niet vergeten. Het heeft mijn jeugd natuurlijk getekend. In het gezin waar ik in opgroeide waren al twee kinderen, mijn moeder al twee kinderen. En daar was een tweespalt. Ik was de zoon van die Rotjord. En die Rotjord werd eruit geschopt. Ik heet ook Jacob, net als mijn vader. Ik werd er ook uitgeschopt altijd. En moeder was met die twee kinderen. Zie je dat? Dat was waarin ik opgroeide. Aan moeders kant, aan vaders kant was het weer anders. Vader had zijn vrouw en kinderen verloren tijdens de oorlog. En ik was het surrogaatkind. Ik was de replacement child. Ik was nooit zijn echte jongen. En dat zei hij ook altijd. Met jou is het niks gedaan. Je bent nooit zoals met Jacob. Ik ben het dus ook nooit geworden. Oh. Dus voor hem was ik een surrogaat en voor moeder was ik dat roll in the hay. Ja. Zie je dat? Ja. Ik hoef je dus niet te vragen wat ze je meegegeven hebben waarmee je staande houdt in het leven. Fantastisch wat ze me hebben meegegeven, dat ik al heel jong zelfstandig was en voor mezelf kon zorgen en kon vechten. En ik had natuurlijk eindeloze strijd meegemaakt. Ja. Het is bijna zo dat ik dacht dat de wereld alleen maar uit strijd bestond. Hoe kom je aan studeren? Het is toch geen start waarvan ik zeg, nou ik ga studeren. Ook de middelbare school was al moeizaam, want mijn moeder wilde dat niet. Mijn moeder had heel duidelijk een stigma en in die tijd, die kinderen gingen vaak dood, polio, TBC, weet je wel. En ik had dat vanaf mijn jongste jeugd gehoord, ach, dat kind gaat toch dood. Ja, dat zei moeder altijd als het een vriendin tegenkwam, dat kind gaat toch dood. En als kind, dan moeder zegt het, dus dat is dan waar. Ja. Ik kan me heel goed herinneren van de lagere school. Er was een schoolarts en die gaf zo'n boekje uit en er stond een stempel op. Hoog tuberculose risico, iets dergelijks. Ja. En ik kwam daar trots mee thuis. Zie je wat, moeder had het altijd al gezegd, ging toch dood. Shit. Dus zo leefde je, hè? Dat zat er zo diep in. Een gevoel van dat je gewenst was, dus dat, om het maar even amateurpsychologie te spelen. Ik ken dat idee niet. Nee. Dat je gewenst bent? Nee. 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 Maar je weet als kind niet beter, je zit daarin en je denkt, wat ik meemaak is de norm, dat is normaal. Ja. Dus je weet niet beter, je hebt geen onderscheidingsvermogen. Ja, klopt. Het is wat het is. Dat is de realiteit. En pas achteraf, als je 20 jaar verder bent, dan kijk je terug en zeg je, oh mijn god, het was wel een beetje vreemd. Ja, een beetje pittig, als ik het zo hoor. Hoe kom je aan studeren? Hoe kom je aan je keuze? Mijn moeder was volstrekt tegen dat ik na de lagere school nog enige school zou doen. Ja. Afgelopen. Maar ja, het was ook een moeilijke situatie en ik leefde dus al snel. Ik werd ernstig ziek toen ik 11 was. Ik lag een jaar in bed. Nog een keer toen ik 12 was. Dus toen was ik een jaar of 14 of zo. En toen ben ik uiteindelijk door toevallige omstandigheden toch op middelbare school gekomen. Moeder heeft mij nooit meer aangekeken afgelopen, maar ik leefde op mezelf, dus klaar. En daar rol je dan zo door. En ja, dan ben je eigenlijk een mens alleen vanaf je 14e. Ik leefde alleen, ik woonde alleen, er waren geen volwassenen om mij heen. Er was niemand die zei, hoe ziet je rapport eruit of zo? Of wat doe je vanavond? Of wat doe je in het weekend?
Nou, je had één keer in de week een warme maaltijd. Dan ging ik naar mijn moeder, die had een hotel. En dan ging ik naar de keuken, dan kreeg je dus een warme maaltijd. Ja. En dan bracht je dan mijn kleren, en dan krijg je weer een schone kleren terug. Zo ging dat. Okay. Maar je was natuurlijk een beetje een zonderling, hè? Ja. Ja. Waarom... je gaat studeren. Wat ga je studeren? Nou, ik had mij... Het was natuurlijk... Ik was een babyboomer. En wij kwamen aan met zeer veel mensen. Het was een enorme kluit mensen. Dus je kon niet kiezen in die tijd. Je moest je laten inschrijven. Zijn nummer is fixus, nummer is clausus. Mm-hmm. Ik schreef mij in voor rechten. Tweede keuze was biologie. Derde keuze was medicijnen. Vierde keuze was tandheelkunde. En ik moest anders worden. Ik werd uitgeloot met tandarts. De rest zat allemaal vol. Dus ik werd tandarts. Het lot bepaalde dat. Het lot bepaalde dat. Dat was geen keus. Ik had geen geld voor een particuliere universiteit natuurlijk. Maar het lot bepaalde in 19... Wat is het? 66, 67. De numerus foxes. Ja, dat was. En dat ging je makkelijk af? Wel, kijk. Als je voor jezelf moet zorgen, dan heb je een bepaalde slimheid van jongs af aan. Mm. En waar ik zag al mijn jaargenoten die hard bezig waren met als koorstudent of die moesten nog leren leven op zichzelf, want die kwamen bij poer moffen aan. Dat had ik allemaal achter de rug. Dus voor mij was het een fluitje van een cent. Nou, ik heb nooit een tentamen twee keer gedaan. En ik had zeeën van tijd over. Had ik ook nodig, want ik moest natuurlijk werken om in het onderhoud te voorzien. Ja. Ik heb altijd 40 uur in de week gewerkt. Maar alles was afgelopen in 76. In 76 werd ik ernstig ziek. En dat heeft 5 jaar geduurd tot 81. En toen was ik raar. Wat had je dan? Het begon heel simpel met een serumhepatitis. Die loop je op in het ziekenhuis. Waardoor zo'n beetje 2/3 van de leverfunctie weg was. En toen was er een kankergezwel. En toen was er nog één. En toen was er nog één. En toen was er nog één. En dat ging dus zo door. En ik was in Amsterdam in 66 in de Boerhavenkliniek opgenomen. Nou, dat het ging zo slecht dat die hoogleraar zei, nou, u gaat toch dood, dus een dag, ik ga met vakantie. En toen zei een vriend van mij, weet je wat, als je dan toch dood gaat, waarom ga je naar Amerika toe? Dus ik ben gegaan naar Scripps Clinic in La Jolla. En die hebben behandeld en geopereerd en behandeld en geopereerd. Het heeft 5 jaar lang geduurd, dus ik heb 5 jaar lang in Californië gewoond. En tot op heden ben ik schoon. En dat gaat goed. Ja, mijn leven is natuurlijk veranderd, want alles houdt op en alles is natuurlijk anders. Je vak is over, je relaties zijn over, ik heb geen seksleven meer, allemaal over, allemaal over, allemaal weg. En dan moet je overnieuw beginnen. Dus toen ben ik weer overnieuw begonnen. Mijn god. Nee, maar luister, ik had natuurlijk al de faculteit als kind opgebouwd om overnieuw te beginnen voor mezelf te zorgen. Het heeft mij nooit vreselijk gestoord. Ik heb in Californië een geweldige tijd gehad, ontzettend leuk. Ik zat altijd in het ziekenhuis. Maar het enige was, ik had natuurlijk nooit bezoek. Dus dat gezuur, kijk, emoties van ziek zijn worden ook gemaakt door de omgeving natuurlijk. Okay. Hè? Moet je eens voorstellen, we hebben die christelijke maatschappij. En hoe meer je aan het kruis hangt, weet je wel. Yeah. Hoe meer je lijdt, hoe heerlijker mensen het vinden. En dan zit zo'n zieke op zo'n bed als een soort troon. En dan komen de bezoekers daaromheen en die komen geschenken aanreiken, weet je wel. Yeah. Dus ziek zijn is een hoge status in onze maatschappij. Hè? Yeah. Maar goed, dat had ik dus gelukkig niet. Dus ik kon heerlijk allerlei dingen doen. Ik heb 1000 boeken gelezen en nou ja, van alles en nog. Dan kom je uit het ziekenhuis, dan ben je schoon en... Ja, nou ja, dan heb ik dus... In Californië dus, nog steeds. Ja, waar? La Jolla. La Jolla. Waar is dat? La Jolla Scripps Clinic, San Diego. Oh, Zuid, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dan heb ik natuurlijk ook niet die 5 jaar stilgezeten. Ik heb hier wat gestudeerd, economie, bedrijfskunde, dat soort dingen. Ik heb daar bedrijfsontwikkeling gezien. Het was in die periode dat ik in Californië zag... De ontdekking was toen een ontdekking van de 1 uur fotoontwikkelingswinkeltjes, weet je wel. En daar, ik bracht dus dat concept naar Nederland toe. Nee, daar moet je niet zo hard overheen gaan, want dat is wel belangrijk. Ik wil dat verhaal horen. Wel, ik zag het daar. Het kwam dus net, was net uitgevonden. Ja. En ik dacht, god, dat is wel leuk. Ja? Je fotootje ontwikkelen, je rolletje ontwikkelen, een uur later. In zo'n mini-lab, weet je wel, in zo'n winkel. Dat concept was onbekend in Nederland, dus dat heb ik daar naartoe gebracht. Ik heb dus door de telefoon een winkeltje gehuurd en vrienden gebeld. En
Ter plekke was die fabriek, Japanse fabriek, was in Californië. Ja. En daar zei, nou, geef mij zo'n apparaat een half jaar te lenen. Dan zei ik, een winkeltje op. In Nederland? In Nederland. Ja. Ik ben nooit heen en weer geweest, want ik zat natuurlijk in Californië. Ja. Dus ik heb per telefoon op het Rokin een winkeltje geholpen. En dat was onbekend in Nederland toen? Was totaal onbekend. Ik was de eerste. En dat was een gigantisch succes. En dat bracht geld in het laadje. En dat, met dat geld kwam een tweede winkeltje op de Leidse straat. En een derde winkeltje, enzovoort, enzovoort. En dat groeide dus uit. Wat zijn de jaren? Nou, ik denk zo'n beetje 80, 81, 79, 80, 81, 82. Je eerste winkeltje, tweede winkeltje. 120 winkeltjes, 100, enzovoort. Ja? Dat is het eerste wat ik deed. Het andere wat ik deed, ik had in Californië gezien aerobics, fitness. Ja? Ja. Ik bracht het fitnessconcept naar Nederland toe. Hetzelfde. Splash fitness. Ja. Kunnen herinneren? Ja. Splash was voor mij. Ik was de initiatiefnemer van Splash. Ja. Ook per telefoon. Huppakee. Dan ga je naar Holland op een bepaald moment, neem ik aan. Om, ja. om de vruchten van je telefonische exercities precies, te bekijken. Precies. Dat is zo'n beetje 81 ben ik in Holland. En daar ben ik dan gebleven ongeveer 8 jaar. In de eerste jaren min of meer fulltime, laten we zeggen 6 maanden per jaar, dat is voor mij het fulltime. En ik heb daar nog andere dingen gedaan natuurlijk. Ik heb budget rent a car gedaan bijvoorbeeld. Ik heb partners gevonden. Kijk, ik weet mijn tekortkomingen, dus ik heb steeds gezegd, ik moet partners vinden voor waar ik niet goed in ben. Ja? En die heb ik in het bedrijf genomen en zo kon het bedrijf groeien. En ik was als eenmanszaakje begonnen natuurlijk. En er waren al gauw 1000 mensen, 2000 mensen enzovoort. Ja, dus het groeide uit een heel goed, hè. Wonderlijk. Dat ging jou makkelijk af. Wel, ik had niks te verliezen. Ik was toch al ten dode opgeschreven. Dus maakt het uit. Die attitude. Ja, ja. Volkomen, die ja. attitude. Ja. Dat was je drive. Ja. En dat is de ene kant natuurlijk. En de andere kant was, ik had geen sociaal leven. Het sociale leven, omgaan met vrouwen, mannen, huwelijkspartners, kinderen, opa, oma enzovoort. Dat neemt natuurlijk een enorme hoeveelheid tijd. Gigantisch. En ja. geld en hypotheek en auto's en weet ik zo, allemaal scholen, kinderen naar school. Dat had ik allemaal niet. Nul. Gewoon allemaal nul. Solist. Solist, ja, was afgelopen. Mijn relaties, ik had in 76 een relatie 5 jaar gehad met Marijke. Marijke was een haarzorg. En die wilde graag kinderen hebben. Nou ja, toen dat niet meer mogelijk was, toen heb ik tegen het, alsjeblieft, zoek iemand anders. Je bent nog jong, ik ben nog jong. Mijn leven is wat dat betreft afgelopen. Begin een gezin met iemand anders. En dat heeft ze gelukkig gedaan. Nou, daarna heb ik nog eens een andere relatie geprobeerd met Mickey, een Amerikaanse vrouw die ik in Californië ontmoette. Dat was een relatie op afstand. Maar ook die wilde na 10 jaar toch nog een kind hebben. Ja. Ja, en ja. ook daar is het kind, ga alsjeblieft, ja? want het wordt met mij niets. En daar moet je dan heel nuchter in zijn. Het is moeilijk, en vooral met Mickey was het heel moeilijk. Mickey had de vrolijkheid die Roosje heeft, weet je wel? Ja, ja. Die gaf een soort jeu en kleur aan het leven. Dat is meer gekte, hoor, bij Roosje. Nou ja, ze was ook gek. En ik was zelf natuurlijk een beetje gek. Dus die gekte bij elkaar, dat ging goed. Hè? Mickey was iemand van, let's go dancing in the rain. Ja, oké. Dus hoe het ook was, ja. altijd plezier, al was het nog zo ellendig, hadden altijd plezier. Ik kan me herinneren in het ziekenhuis een keer, nou, dat was het ellende en narigheid. En dan kwam er met een fles champagne, dan kon ik het niet drinken, moest ik mijn rietje drinken, weet je. Ja, ja. En lol, dat was fantastisch. Als je duizenden mensen in dienst hebt en een serie winkels en zaken, dan heb je ook veel hoofdpijn. Hoe hield je dat in de klauwen? Nou, om te beginnen, ik had een stukje onderwijs genomen. Ik had een MBA gedaan. Okay. Dus ik wist waar ik over sprak. Dat was 1. Nummer 2, ik had partners gevonden. Ervaren partners die veel beter waren in de management van personeel. En de management van ketenbedrijven dan ik was. Ik was de ondernemer. Ondernemer is altijd wat anders dan degene die het runt. Doet. Hè? Die het doet, dat zijn 2 verschillende dingen. Je hebt een executive nodig en je hebt een entrepreneur nodig. Ik was de speerman die de ideeën had in het opzetten. Boek Plus.
Boekplus. Curaçao's nieuwste boekenzaak heet Boekplus. Helder, fris, modern en overzichtelijk is het bij Boekplus. En een duizelingwekkend assortiment boeken, boeken en nogmaals boeken. Plus kantoor, school, computer of hobbybenodigdheden, tijdschriften en uiteraard boeken. Niet verder zoeken dus. Kom voortaan gewoon naar Boekplus aan de Fokkerweg. Zal de mens niet leven. Daarom, breek er eens uit en verwen uzelf en uw geliefde. U hebt het verdiend. Maar doe het dan ook goed. Doe het via een betrouwbaar reisbureau. Ja, uiteraard. Ga niet anders. Awasan Travel. Ahang, makeda di kuanto bos nang mas tokante money plan. Money plan. E seguro nobo di Enya, kami ne bosen ta wadu inverti, den fondo nan di inversion, ku podura un rendimiento por medio di 10-14%. E pa ken money planta? Money planta pa tur hende ku ke spar, ku por spar, e ku tinge consequenze nan finanziero di un fallecimento debidamente cubri. Spar pa kiko? Spar pa boyu po ba studia. Pensa ribenieto, pa bonieto po ba studia. Spar pa aumentabo pensión. Spar pa comprar un cas, un auto, un viaje. Spar por rendimiento alto. Pasa, seca bo agente de seguro de Enya. Of acudí seca Enya. Y atende bo asunto nan de Money Plan. Money Plan, un rumbo nuevo pa bo sen. Honderd, nee. Duizenden soorten ijzerwaren en gereedschappen om te timmeren, metselen, loodgieten of verven in elk facet. Hugo heeft het. Hout? Alle soorten en maten. Op maat gesneden of speciaal voor u gezet? Hugo heeft het. Verf? Met alle kleuren van de regenboog, kant en klaar. Of speciaal voor u gemengd voor uw villa, appartement of flat. Hugo heeft het. CD's? Van reggae, jazz, pop, klassiek of romantisch, als u relaxed met uw geliefde in de auto of alleen in bed? Hugo heeft het. Voor onze beter wonen meubels uit Midden- en Zuid-Amerika of vanuit het Verre Oosten, tegen Hugo's bekende voordeelprijzen, daarvan hebben wij een hoge pet. Want Hugo heeft het. Wat brengt je deze kant uit? Wanneer ben je deze kant voor het eerst uitgekomen? Je hebt veel gereisd, want je werkte maar 6 maanden per jaar. Nou, ik werkte daarna ook, maar niet in Nederland. Ik wilde altijd weer een uitdaging hebben. Ja. Er waren 2 uitdagingen. 1 uitdaging was altijd, ik moet iets leren waar ik niets van weet. Mm-hmm. Of ik moet iets doen wat iedereen zegt dat onmogelijk is. Ja, dus iedereen zei in die tijd, het is onmogelijk om een bedrijf in Japan te beginnen, dus ik begon een bedrijf in Japan. Ik kende niemand in Japan, niet 1 hond en niet 1 mens, maar ik begon met een gele gids in het hotel, weet je wel. En ik ging,
Nee, maar je lacht je nou toch. Maar het is toch een bedrijf geworden met een omzet van 100 miljoen. Gekletst. Nee, dat is echt waar. Ja. Ja? Je hebt gouden handen. Nou, nee, ik heb geen faalangst. De meeste mensen hebben faalangst en ze zijn bang om af te gaan. Want je ging toch dood. Ja, maar toch niks aan. En ik heb natuurlijk ook geen audience, geen familie die dingen van je verwachten. Je hebt ook geen applaus nodig. Ja, dat is volstrekt niet nodig. Er is nooit iemand die mijn rapportcijfers gevraagd heeft. Ja, precies. Er is ook nooit iemand bij het afstuderen geweest. Je applaudisseert voor jezelf? Ja, of niet. Ik leef van dag tot dag en als ik maar van dag tot dag plezier heb. En dat zul je van dag tot dag moeten invullen. De ene dag is het makkelijker dan de andere dag. Maar je moet toch ergens een als ik je jeugd zo hoor, dan weinig vader voorbeeld. De eerste 5 jaar van je leven is het belangrijkst, zeggen ze overal. En iedere keer weer, dat waren toch niet de eerste 5 jaar van ik zeg, die man die wordt een groot zakenman. Errol, maar daar begon ik toch mee. Ik zei, ik heb de afgelopen 6, 7 jaar eindelijk vrede met mezelf. Hè? Okay. Je houdt die strijd natuurlijk en je worstelt daarmee en dat is natuurlijk niet makkelijk. Ja. Maar het strijden met jezelf is toch een enerverende zaak. Dat is fantastisch eigenlijk. Hè? Waar bestond jouw strijd uit? Je wilde steeds een beter mens worden? Of waar bestond die strijd dan uit? Nee, natuurlijk niet. Want babyboomers, dat is Woodstock en zo. Het ontkennen. Weet je, het is heel typisch als je in een maatschappij leeft, dan wil iedereen dat je bent zoals de omgeving. Ja, dat is het voorbeeld. Je moet niet opvallen, iedereen is in de omgeving. Okay. Het begon natuurlijk op school al. Je wilt zijn met de klasgenoten. De klasgenoten hebben families en gezinnen. Dus dan lig je over je eigen gezin en je familie en zo. Weet je wel? En je hebt dan geen vader en zo. Dan zeg je, oh nee, mijn vader is op reis in het buitenland. Weet je. Okay. Of mijn moeder heeft het zo druk. Weet je. Dus je krijgt een patroon van ontkennen van de werkelijkheid. Een stuk fantasie waar je in leeft, waarmee je jezelf beschermt natuurlijk. Ja. En dat gaat natuurlijk steeds door. Hè? Je blijft dat ontkennen, je wil dat wegstoppen en je krijgt pas vrede als je het aanvaardt. Als je erover kunt praten, zal het er niet over praten. Juist. Ja? Perfect. Begrijp je? Ja, ik begrijp het heel goed. Okay. Ik ben ook een solist. Ja. Ik weet erover praten. Hoe kom je deze kant uit? Toeval, puur toeval. Ik was hier een keer op bezoek bij vrienden en niet zo'n toeval. Hmm. Ja. En dat was je eerste indruk? Nou, ik had toen een poosje in Hongkong gewoond. Daar moest ik uit, want het ging terug naar China toe, weet je wel. En die buitenlandse, als je niet Engels was, dan moest je weer een werkvergunning hebben. Dat was allemaal heel moeilijk en moeizaam in die overstand. En ik had er ook geen zin meer in. Ik had het verre oosten, Japan en China na 5 jaar wel gezien. Hè? Het gezin met die communisten en zo. Echt. En corrupt. Ik bedoel, als je denkt dat Curaçao corrupt is, dat is pas corrupt. Niet te geloven. Gek word je dan. Nou, dat, ja, dat is lekker om te horen. Nou ja, alles is natuurlijk relatief. Hè? Ja. En, hier maar goed, kom je. Ik kom dan hier. Ik heb er geen zin meer in. Ik was het contact kwijt met mijn mensen. De ondernemingsgeest was doodvergaderd. Want je krijgt natuurlijk als je meer dan 800 mensen, of meer dan 1000 mensen, of meer dan 1200, 1500 enzovoort. Kijk, vakbonden, gelul, gezeur, die worden gek van. Dus, hè. Maar daar had je mensen voor, hoor. Daar had je mensen voor, maar dan had je weer procedures en dan moest je zelf weer komen opdragen, want ik was uiteindelijk de eigenaar, dan werd je gedagvaard. Nou, allemaal gezeur, doodziek van. En toen zei ik een keer tegen een banklaars, als je er wat voor kunt vangen, als je het goed kunt vangen, dan verkoop je de handel. Nou ja, en toen was een andere bank die ook nog iets wilde kopen. En toen zijn ze tegen elkaar weer opbieden en de prijs ging steeds omhoog. En nou ja, het was fantastisch. En heb je fotobusiness verkocht? Alles. Gewoon alles. En dat heeft je een behoorlijke duit geleverd, opgeleverd? Volgens het NRC ben ik frissant rijk. Als de NRC dat zegt. Ik heb geen idee wat het betekent. Kwaliteitskrant hoor, dat is een kwaliteitskrant. Nou, alles is relatief, hè? Ja. Dus ik heb geen idee wat het betekent, maar goed. Het heeft mij voldoende opgeleverd om te doen en laten wat ik wil. Maar wat is dit nou? Wat is dit nou? Nou als je zo reageert, je bent toch geen snop? Je weet toch verdomd goed hoeveel geld je hebt?
Dat klinkt natuurlijk raar, maar je hebt natuurlijk nooit cash. Hè? Je investeert natuurlijk weer in de markt. Ja, dat begrijp ik. De stockmarkt gaat vandaag op en neer. En hier heb ik een hoop huizen gekocht. En die zijn vandaag niks waard en morgen weer wat en zo. Ja. Dus je maakt natuurlijk nooit iedere dag je balance sheet op. Dat weet je. Oké, ik ga niet verder zeuren over je geld. Curaçao, kom je vrienden opzoeken? Wat was je eerste indruk? Het was niet het mooiste Caribisch eiland dat ik ooit heb gezien. Ja. Ik had heel wat eilanden gezien, rondzeilend. Dus, heel sterk viel mij op dat er een grote Creoolse bevolking was die niet was gemengd. Ja. Terwijl de andere eilanden veel verdere menging hebben, rassenmenging dan hier. Ja. Er was veel meer gescheidenheid. Ja. En wat ook heel bijzonder was, men heeft toch een stuk eigen cultuur opgebouwd, papiaments. Dat kom je wel een beetje tegen, maar als je op Aruba komt, dan is het Amerikaans. Als je op Sint Maarten komt, dan is het Amerikaans. Men heeft geen eigen identiteit. En daarnaast was er een prachtige oude stad, die er weliswaar vreselijk uitzag, maar je kon zien, er was een stuk cultuur geweest. Ja. Bevolking, die ontmoette je? Dat binnengekeerde, je hebt veel meegemaakt als het gaat om isolatie naar binnengekeerd. Dat viel je op, niet op. Wat trok je aan hier? Wat gaf de doorslag om hier te zeggen van ik moet hier iets gaan doen? Ik heb nooit gezegd. Te snel. Ik heb nooit gezegd je moet hier iets gaan doen. Ik heb altijd gezegd, ik wil mijn tijd, de beste tijd die ik in mijn leven heb gehad, was mijn studie. Ik was wel ondernemer geworden. Maar het interesseerde me geen zak. Ik heb nooit enige status ontleend of identiteit ontleend. Ik ben nooit meneer de ondernemer geweest. Wat mij het meeste vreugde heeft gegeven was altijd studie. Mm-hmm. Studie, het ontdekken van nieuwe culturen, nieuwe gedachtegangen, filosofie enzovoort enzovoort. Dus dat ben ik weer gaan doen. En een van de culturen waar ik veel mee bezig ben geweest is de pre-Colombiaanse cultuur. Veel in Mexico gereisd en bestudeerd en al die landen, Guatemala, weet je wel, enzovoort enzovoort. Dus toen ik hier Curaçao zag, dan dacht ik, god, laat ik hier een huis kopen en dan gebruik ik dat als springplank om nu intensief Zuid-Amerika te bestuderen. Okay. Daar was ik nooit naartoe gekomen. Okay. En dat was dus voor mij een doorslaggevend argument. Het was niet het enige huis, ik heb nog een heel stel huizen, dus dan heb je weer een plek. Okay. En zo is het gekomen. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, ga de voortuin in een vuilnisbelt, dat moeten we opruimen. En dat huis op Otraban? Ja. Jouw eerste? Ja, dat heb ik gerestaureerd, dat vond ik leuk. Een mooi oud huis. Dan was de voortuin, zag er vreselijk uit. Het was echt een meter vuilnis. Nou, dat wil je natuurlijk niet, er lopen ratten op en zo. Mm-hmm. Toen heb ik het laten schoonmaken. De eigenaar was boos, want ik had niet het recht om het vuilnis van zijn terrein af te halen. Ik zei, nou ja, god man, zeur niet, dan koop ik het wel van je. zo is het letterlijk gegaan. Ja, oké. Okay. Nou, dus van het een kwam het ander en zo is het wat er nu is. En dan koop je achter elkaar een behoorlijk stuk Otrabanden. Maar nou, dat gaat niet allemaal zo vlot. Je begint eerst met, laat maar over je voorliefde voor, je bent hier, je koopt wat, je koopt eerst een huis, je maakt schoon, je koopt dat terrein ervoor. Ja. Hoe kom je aan, dat is allemaal intuïtief, heb ik de indruk, Cura Hollanda? Oh, nee, is puur intuïtief, puur, ja, zo. Dat stond op een oude kaart die ik ergens in het archief zag. Ja. En toen dacht je, dat moet gerevived worden. Ja, oké, dat was een oude naam. Het heette ook eens een keer Sierra Hollanda, het heette Cura Hollanda. Nou, ik dacht, dat is een oude naam, 1780 was het geloof, 1788, weet ik veel. Iets in die buurt, en die hebben we weer gerevived. Je mag toch iedere naam op je huis hebben? Ik had toch ook huizen Greetje op kunnen zetten? Nee, ja, oké. Precies. Ja. Ik vond het een mooie historische naam. Hollands Hofje, in het midden van de Zwarte Wijk, waar slaven verhandeld waren. Grotere ironie had er niet kunnen zijn. Waarom besluit je hier een museum te beginnen? Nou, wat had ik dan moeten doen? Een zwembad in mijn tuin of zo? Ik krijg alleen maar skin cancer van. Ja. Luister, het schandaal natuurlijk. Die yard voor mij, die Kurolanda, dat Hollands Hofje, was een slavenyard geweest. Daar zat een stuk verdriet en daar zat een stuk historie in. Daar kun je niet vakantiebungalowtjes op zetten.
Heel goed. Dat kan niet. Dat kan ik tenminste. Iemand anders kan het misschien wel, maar ik kan het niet. Daar is te veel voor geleden. Nou, dan ga je erover praten met mensen om je heen. En dan hoor je eigenlijk, ja, ze zijn bang. Daar mag je niet over praten. Dat is een stuk verleden. Dat we, de Nederlanders hebben het eruit gesneden. In het Nederlands geschiedenisboekje staat het niet. Gewoon niet. Nul. En hier bleek het doel, en is nog steeds het doel. Je moet, als je zwart bent, dan moet je een wit masker kopen. Hè? En dan mag je door het leven. En als je niet dat witte masker aan hebt, als je er niet je gedraagt, spreekt, leeft als een Hollander, ben je minderwaardig. Zo is het. Dus dan ga je toch alsjeblieft niet denken aan Afrika. Hè? En dan wil je er niks mee te maken hebben. Terwijl, god, dat is een leuke uitdaging. Dus ik heb me daarin verdiept en ik heb, dacht in die hokken, daar moet ook wat komen. Dus ik heb die collectie daarin gezet en tot mijn verbazing, en plezier natuurlijk, ja, stroomt men daar iedere dag naartoe. Je hebt 6 maanden 7000 bezoekers gehad, las ik. Wel nee, we zitten al op 30.000, ja. Over de 30.000 al. Je hebt na 2 maanden in juni, dat las je niet al, waren er 7000 bezoekers. Ja, ja. 30, 34, 35 op de auto. Dus er komen ongeveer 70.000 tot 80.000 dit jaar. Ja? En al, kijk maar in de boeken, kijk maar iedere dag in het museum. Het is een sterk gekleurde bevolking die komt. Het zijn ook Hollanders hoor, die komen, maar niet zo bar veel. Toeristen. Het is wel de lokale bevolking die komt. Dus ze waren er wel bang voor, maar ze willen het toch allemaal zien. En er zijn heel wat mensen die mij iedere dag met tranen in de ogen zeggen, dankjewel. Jezus. En kijk de boeken maar naar. Kijk die getuigenverklaringen van de mensen naar. Ik heb stapels boeken van de mensen. En ze zijn daar zo dankbaar. En ze zijn er zo blij om dat eindelijk iemand zijn mond open doet en zegt, jongens, ik heb je sec laten zien wat er is gebeurd. Hoe kunnen jullie je als slachtoffer vernederen? En je daar schuldig over voelen. Terwijl een slavenhandelaar moet je daar schuldig over voelen. Jullie niet, als slachtoffer voel je niet schuldig. Dat is andersom. Ja, maar dat is kolonialisme, hè? Dat is het resultaat van... Is het niet hoog tijd om dat recht te zetten? Ja? Veel, ja. Dus als ik een klein beetje kan bijdragen, ja, door dat recht te zetten, door een stukje geschiedenisrectificatie te doen, dan heb ik in ieder geval mijn steentje bijgedragen. Het klinkt dat Calvinistisch, hè? Nee, het klinkt heel goed. Niks Calvinistisch, heel goed. Nee, maar dat was mijn motivatie. En toen ik er eenmaal mee bezig was, en dan duik je natuurlijk steeds verder in je geschiedenis, en dan hoor je de flauwekul van de koloniale bewind, oh, Afrika heeft geen geschiedenis, en het waren allemaal kannibalen, en er was geen cultuur, dat moesten wij brengen. Dat was de reden van de kolonialisatie, hè? Wij moesten christendom brengen. En dat is allemaal gewoon puur gelogen onzin. Afrika is de rijkste geschiedenis die we hebben in de wereld. De mensheid is ontstaan in Afrika. En het is schitterend. Nou, daarom heb ik natuurlijk een stuk West-Afrikaanse keizerrijken in die tentoonstelling neergezet. En ik wou dat ik nog 10 musea had, dan kon ik nog 10 neerzetten. Want er is zoveel te zien, dat is echt fantastisch. Iedereen die daar vandaan komt, en we komen allemaal daar vandaan. We zijn allemaal Afrikaan. Weliswaar onder de hart, maar we zijn allemaal Afrikaan. Ja? Je kunt apetrots zijn op wat daar uit is. Prachtige cultuur. Een groot deel van de Europese cultuur, van de Egyptische cultuur, de basis is van de Europese cultuur, is Afrikaanse cultuur. Ja, de facto, ja. Dan kom je hier met je lange haren en je spijkerbroek en je loopt rond en het kippenhok schrikt. Er komt een vreemde haan en die begint zich stokken eigen te maken. De pikhiërarchie gaat werken. Je komt in botsing met een stichting Monumentenzorg. Het heeft allemaal al over de papers in de kranten gestaan. Je loopt boos weg op een bepaald moment. Zegt, nou, als het allemaal zo moeilijk gaat, als ik verneukt wil worden, dan ga ik liever ergens anders naartoe. Bekijk het maar. Politici gaan je bellen. Soussi heeft je gebeld. Anderen hebben je gebeld in het buitenland. Kom terug, alsjeblieft. Waarom was je zo boos? Ik was niet boos op Monumentenzorg. Ik was boos op meneer Jackie Fogus. Oké. Ja? Meneer Fogus, die... En dat moet je toch proberen je voor te stellen. Die heeft zijn
kleuren en zijn verdiensten in deze maatschappij gehad. Of heeft hij het nog steeds, dat weet ik niet. Ja, dat kan ik niet worden. Maar in ieder geval, hij heeft er een lintje voor gekregen. Hij heeft, weet ik veel, de Anjer of weet ik veel, dat soort dingen. Hij is zeer geëerd en heeft groot aanzien enzovoort enzovoort. Dus een man die zijn verdiensten heeft gehad. Mm-hmm. En die zegt dan bij de opening van het Scheepvaartmuseum, na 10 jaar vergaderen en na 5 miljoen gulden openbare gelden, publieke gelden, staat het museum erin. Dat zei hij natuurlijk ook omdat hij daar boos over was. Dat vond hij niet aardig. Hij ageerde daartegen. Ja. En hij ging door met zijn ageren en zegt van, en er is een prachtige monumentenwet en jullie klootzakken doen niks in de overheid om de eigenaren te dwingen de monumenten op te knappen. En zo ging hij maar door. Een hele tirade. Je was er misschien bij. Ja, ik heb het gehoord. Hele tirade kwam daar. Uiteindelijk zei hij, ik ben een fantastische vent, want ik heb mijn hele leven maar rot gewerkt en jullie deugen allemaal niet. Ja? Okay. Nou, dan kom ik en ik zeg, god, wat een leuk land. En dan zeg ik op mijn opening, na 10 maanden met deze fantastische mensen van Curaçao hebben we het museum neergezet. Ja. En jullie deugen allemaal wel. Nou, dat moet natuurlijk clashen. Dat kan niet anders. Dat moet je kunnen zien, dat ik te bot en te grof was en die man met zijn 10 jaar en zijn vechtpartij, die in wezen voor hetzelfde staat, maar dat is gewoon een andere aanpak, een andere manier, die moet zich natuurlijk beledigd gevoeld hebben. Die moet zich onderuit gehaald gevoeld hebben. Nou heb ik dat natuurlijk nooit bedoeld. Dus nooit de intentie geweest. Integendeel, ik heb dat gezegd alleen maar om hem bij te vallen. En te zeggen, ja, in 10 jaar, maar het kan ook in 10 maanden hoor. Als je de mensen anders benadert, als je maar niet steeds tegen ze zegt, jullie zijn een stel klootzakken. Ik heb steeds, mijn aanpak is altijd geweest in de bedrijven die ik heb gehad, in alle landen die ik heb gewoond, om te zeggen, jongens, ik weet het niet, maar laten we samen proberen. En ik, iedere ochtend, 7 uur, 8 uur, iedere dag loop ik rond en ik zie al mijn timmermannen en metselaars, ik zie ze allemaal. En ik praat met ze en ik weet van hun vriendjes en vriendinnetjes en wat voor kinderen enzovoort enzovoort. En we zijn een team. En als er problemen zijn, dan help ik ze. Ja? En zo heb ik geprobeerd de zaak te bouwen. Met het gevolg dat de bouwvakkers op mijn terrein zich het apelaarshuis hebben gewerkt. En het is allemaal uit de grond gespoten. En dat ziet er allemaal fantastisch uit. En als ik vraag, blijf nog eventjes, maak het nog even af, dan zeurt niemand over. En als ik vraag, kom nog op zaterdag of zondag ook, zeurt ook niemand over. Ja? Het congrescentrum is nu gebouwd in 6 maanden. En dan heeft zaterdag en zondag doorgewerkt. Geen enkel probleem. Het ziet er prachtig uit. Want je motiveert ze. Want je zegt tegen de mensen, dit hebben we samen gemaakt. Heb ik niet gemaakt. Jullie hebben het gemaakt. Ik heb alleen een aanzet gegeven. Jullie kunnen daar vreselijk trots op zijn. Kijk bijvoorbeeld de poorten van Genée. Weet je wel, die modderpoort die op het museumterrein staat. Nou, dat is gemaakt niet eens door een architect. Het is zo van een fotootje, weet je wel. En ik erbij sta en zeg, nee, daar moet nog een beetje modder daar en nog een beetje modder daar. En die jongens maar denken dat ik gek was. Maar ze hebben het gemaakt. Ze geloofden in me, ze hebben het gemaakt. En ze zijn er vreselijk trots op. En ze komen daar met hun vrouw en hun kinderen. En allemaal kijken iedere weekend, want ze vinden het prachtig. Mm-hmm. Zo is het ook met schilderijen op de muur gegaan. Hè? De jongens uit de buurt hebben het schilderij op de muur gezet. En de portretten van alle mensen staan op de muur. En de mensen uit de buurt komen naar het schilderij en zeggen, kijk, ik sta op de muur. Ik ben trots, want ik sta al duur. Dat is mijn muur. Zie je dat? Ik heb wat ik heb gedaan gemaakt van de mensen. Anders had ik het nooit kunnen doen. Dat is een andere benadering dan meneer Vogels, die altijd maar zegt, jullie deugen niet en wat ik zeg deugt alleen maar. Zie je dat? Totaal anders. In het koloniale bewind en tijdens de slavernij is natuurlijk altijd geregeerd met angst. Het waren wij en zij. Wij zijn de kolonialen, wij zijn de machthebbers en zij zijn dat zootje zwarte gepeupel. En als we hen iets willen laten doen, de knoet erover. En als we hun bek open doen, onderuit halen. Dus intimidatie. En als ze dan goed meewerken, dan schuiven ze af en toe wat toe. Guntje, weet je wel. Klein guntje, maar kort houden hoor. En als ze het grote bek krijgen, even onderuit halen, weer tikje geven. En dat was het. Het was een regering. Het is nog steeds een samenleving van angst. En als je dat omdraait, dan kun je een gigantische productiviteit krijgen. Nou, dat is het conflict met meneer Vogels. Meneer Vogels ziet dat wat ik doe en de methode waarop ik het doe, heeft succes. En wat hij
en zijn cornuiten hebben geleverd, is failliet. Heb je dat al net gezien? Het ligt plat. 17% werkloosheid, de regering is failliet en 80.000 Antillianen zijn gevlucht. Politieke, economische vluchtelingen in Nederland. They voted with their feet. We hoeven daar geen waardeoordeel over te vellen. We kunnen doodgewoon ons beperken tot de feiten. Feiten spreken voor zichzelf. De oude methode werkte niet. En je kunt lullen wat je wilt en zo'n rapport schrijven, of rapporten schrijven waar je een wolkenkrabber mee bouwt, daardoor wordt de methode van vroeger niet beter. Hij blijft even slecht. Het werkt niet. De slavernij is over. Kolonialisatie is over. De kasjiks zijn over. Pockets of privilege zijn over. Closed society, closed elite is over. Je hebt nooit iemand onder tafel betaald? Nee, en ik begin er ook niet aan. Goede service en voordelig geprijsd. De klant is koning. Vis en waar. Bij Samson staan ze voor u klaar. Artikelen voor school, hobby, kantoor of spelletjes om iets van te leren. Uw fotorol binnen 1 uur klaar. Bij Samson kan dat. Echt waar. Een sterk idee. Samson is de beste. Niet waar? Michel, Chiora, Kubo, Ke, Michel. Tu rende ta papi di G. Michel Rent-A-Car. Michel Rent-A-Car ta huur tour tipo di auto na un tipo di prijs. Prijs above. Pasimang of paluna, prijs special. E auto nanta zoia tumba di bonte neku nanta. Ta hiva of trezebo auto camina bota. E además, Michel Rent-A-Car in seguro all risk. Michel Rent-A-Car. Na Rooseveltweg. Pabo jega bo carnaval, sigur. De zon gaat eindelijk schijnen in de wereld van telecommunicatie op Curaçao. Want heel gauw, telecommunication will never be the same op het eiland. Ja, helemaal van Bandariba tot ver in Douchibandabouw kunt u straks opbellen. Helder, stoorvrij en goedkoop met uw CT-phone van Curaçao Telecom. Met een service die zal inslaan als een bom. Reserveer nu uw CT-phone met spoed. Voor uw portemonnee is dat zeker goed. Sì, por mio cosa licor. Por ejemplo, con un container di pers moderno qui. E te comprimivo sushi e te si è 4 viaggi più chiquito, con 2 benefici. Un vista ordinato da Bologoshi, meno trafficazione di truck e sushi arriva a Botreno, na beneficio di bocchi cliente. Sì, por mio cosa licor. Bienvenido a Direct. Leatron presenteert Direct TV. DirecTV doorbreekt uw isolement op Curaçao en geeft u een open venster naar de wijde wereld. Met een overweldigend aanbod van sport tot film, van live shows tot kinderprogramma's, nieuws en actualiteiten van almost all over the world. Leatron biedt u voor slechts 995 gulden een kleine superdigitale satellietschotel met glashelder beeld plus een lifetime kwaliteitsdecoder. Neem het programmapakket van 50 kanalen voor slechts $35 per maand en u bent klaar, nietwaar? A credit card, that's all you need. To bring the world at your feet. Leatron, op Salinje. Wilt u op vakantie of zomaar er even uitbreken? Doe eens iets bijzonders deze keer. Bezoek een stuk paradijselijke natuur. Suriname. Ongerept. Beeldschoon en vriendelijk. Boek nu via uw reisbureau of rechtstreeks via Suriname Airways. Geweldig. Niet recht door zee. Behalve dus het beeld wat ik heb van die gasten,
deed het mij in die zin dat ik dus ook dus de mens achter de persoon kon bekijken, ja. Frustraties van onuitgesproken dingen. En waardoor je afblokt naar de buitenwereld. Dus dan kan ook het buiten naar binnen komen. Ik denk dat dat bewustmakingsproces op gang wordt gebracht hier. En dat is echt nodig. En dat doet hij met heel veel liefde voor Curaçao. Zeker, ik zal hem iedere maandag volgen. Je gaat een stap verder. Antameert zelfs een symposium. Ja. Ben ik geweest, staan op een bepaald moment 40, 50, laten we zeggen, jonge honden. Academici, mensen in de handel, mensen in het bedrijfsleven, noem maar op. Goed in het pak, goed gebekt, netjes te trappelen om verandering. Kansloos. In deze maatschappelijke structuur volstrekt kansloos. Waarom? Kijk, nogmaals, closed elite. De closed elite functioneert met een kaciek die het regeert en die regeert met het uitdelen van angst. Hou je bek of ik haal je onderuit. Dat is het systeem. Of het kopen van je geest. Of het kopen, omkopen, wat dan ook. Hè? Ja. Je kent het hele systeem. Ja. Ja. Het functioneert al jaren zo. Ja. En het gaat heel ver, het gaat in alle details. Ik zal je een voorbeeld geven hoe de verstrengeling van belangen en hoe het onderuit halen gaat. Ik heb een consultant uit Nederland die voor me werkt, Leo Helms, en die helpt me bij het inrichten van het museum. Ja? Die gaat met Gerald Pinedo naar een opening in het Scheepvaartmuseum en die wordt de deur uitgezet door Jackie Focus. In het Scheepvaartmuseum, een opening, nooit meer, is uitgenodigd, wordt de deur uitgezet. Waarom wordt die deur uitgezet? Omdat ik heb geen ruzie met het Scheepvaartmuseum, maar Jackie Focus die is ook nog voorzitter van de Monumentenzorg. En Monumentenzorg heeft zogenaamd ruzie met mij. En daarom moet Leo Helms eruit geweerd worden. Ja? We hebben een ober van een klein kwartiertje is nu voor de helft van mij, die komt bij Monumentenzorg, die vraagt een huurwoningje aan, dat is allemaal in orde, enzovoort, enzovoort. Die geeft zijn baan op. En dan komt iemand terug. Is dat café niet van Dekker? Ja, voor de helft. Oh, dan kunt u bij ons geen woningje krijgen. Zie je dat? Zo zit dicht. Wordt onderuit gehaald. Els Langeveld, een verslaggever, schrijft naar aanleiding van conflict met Monumentenzorg vorig jaar een stukje na een interview met mij in New York. Ja? Ze geeft dat aan de hoofd. Redacteur van Amigo, ze wordt op staande voet ontslagen, wordt niet geplaatst. En haar man, die werkt voor Willemstad als uitvoerder in de monumentenrestauratie, komt op de zwarte lijst te staan, krijgt te horen, hij mag niet meer werken voor Stadsherstel, hij mag niet meer werken voor Monumentenzorg. Afgelopen. Angst. Onderuit halen. Intimidatie. Zie je het? Verstrengeling van belangen. Want volgens zit in Monumentenzorg, zit in Stadsherstel, zit in Amigo. Zit in, weet ik veel, het Scheepvaartmuseum en nog 20 andere dingen. Is dat symptomatisch voor Curaçao of is het één geval? Is het een structuur? Ik denk, wat ik zie, er is geen open structuur, er is geen open economie. Er is nog steeds een angsteconomie. En je hebt door die verstrengeling van belangen enorme pockets of privilege. Er is geen level playing field, zoals mevrouw Ruth Richardson zegt. En dat stoot af de buitenlandse investeerder. Dat remt de economie. Een jonge man heeft hier geen schijn van kans als hij niet hoort bij die paar clubs of bij die paar families enzovoort enzovoort. Dus dan kan hij het beste zijn spullen pakken naar Nederland gaan en daar gaan studeren en daar een bedrijf gaan beginnen. Hij krijgt hier geen kans.
En zolang dat dicht zit, dan kan Suzy Reumer praten wat ze wil en meneer Poirier prachtige plannen maken, dan zal deze economie niet veranderen. Hoe verander je dat? Hoe doorbreek je die... Ruth Richardson Garcia heeft dat heel duidelijk gezegd. En die heeft heel veel, ik heb ervoor gezorgd dat ze veel tijd met Suzy zou doorbrengen, dat heeft ze gedaan. Van de ene dag op de andere dag. Je moet een leider hebben die de moed heeft om te zeggen, nou is het gedonder afgelopen, geen vriendjespolitiek en al ben jij minister, daar mag je neefje geen baantje hebben bij het ministerie. Enzovoort. Mm-hmm. Afgelopen, die vriendjespolitiek. De vriendjespolitiek gaat hier zo sterk, je kunt het niet geloven. Ik vroeg aan iemand die bij ons in de kassa zit, ik moet naar de kapper, weet jij. Maar is er in de kapper in de buurt? Oh, bel me om wel eventjes. Het zit er zo in, het zit er door en door overal in. Dat moet je veranderen. Je ziet dat Aruba daar veel meer in is geslaagd dan wij. Die hebben veel meer die maatschappij opengetrokken. Er is veel meer ondernemerskans gekomen dan bij ons. Ja, dat is geen goed vergelijk, maar goed. Nou ja, goed. Ja. Het is alles een kwestie van gradaties. Hè? Mm. Hier is het ook nog zo, ik geloof dat jij het een keer zelf iemand anders. Men is een olifant. Als jij hem een keer dwars hebt gezeten, nou dan zou ik nog wel eventjes een stok tussen de wielen steken als ik enigszins de kans krijg. Hè? Ook al is het 30 jaar later. Als het 30 jaar later, als jij als ondernemer bezig bent, dan kan je onderuit halen, laat ik het niet. Zie je dat? Dus die wrok, die haat en die angst, die blijft. De bevolking is geknecht, is nog steeds geknecht en is doodsbang. Ik zal nooit vergeten, ik was in een radioprogramma en toen belde iemand in en die zei, ja, maar meneer Dekker, wat is nou de ware toedracht? Wat zit er nou achter? De angst was zo groot, hij kon niet geloven wat ik zei. Ik hield ze vast voor de gek. En dat kom ik iedere dag nog tegen. De MCB geeft me aan het eind van het jaar de MCB-prijs. Dat kan niet waar zijn, daar zit iets achter. Je hebt zeker je geld gestationeerd bij Capriles. Prachtig. Het verhaal wat erachter zat, ik hoorde het van de week, je gelooft het niet. Zei je, ik heb gehoord, meneer Dekker, u heeft vreselijk, u bent antisemiet, hè? Ik ben Jood, nee. U bent antisemiet. En u heeft vreselijke dingen over de Joden gezegd. En toen heeft u geld betaald aan de Anne Frank Stichting. En die hebben het weergegeven aan meneer Capriles. En die heeft u uw prijs gegeven. Zie je dat? Perfect. Wat een Dan kan je films gaan maken, ja. Het is ongelooflijk. Ik zal je nog een voorbeeld geven. Ik maakte in september een boekje, Bajanala, over de jeugd in Afrika. Ja. En ik zei tegen Roosje, nou maak er dan 5000 in Nederlands, 5000 in het Engels, 5000 in het papiament. En dan kunnen de middelbare scholen die boekjes hebben, dan hebben ze ook iets te lezen. Leuk, het is ooggetuigen verslag, leuk. Mm. Dat kan niet, dat kan niet. Iemand kan niet zo vrijgevig dat aan de kinderen, daar moet wat achter, ze is vast een pedofiel. Ja? Ja. Hij probeert de kinderen te verlokken voor perverse activiteiten. Je verstand staat erbij stil hoor. Waar halen ze het vandaan? Zie je? Maar er moet iets achter zitten. Is er iets op Curaçao waarvan je zegt, daar geef ik een feest voor? Eén positief ding wat je hier houdt? Oh, die mensen. Uiteindelijk zijn het maar een paar kliekjes die de zaak verpesten. De grote massa is fantastisch. En nogmaals, als ik iedere dag in het museum de vreugde zie, de opluchting zie, een soort bevrijding op die gezichten, het is... Ik bedoel, als mens behandeld worden. En als ik mijn gastenboek lees, dan huil ik van vreugde. Ja? En dat is, er is niets zo hartverwarmend. En er is niets wat mij zo heeft gesterkt in wat ik doe, dan dit. De reactie van de bevolking in alle lagen. Ik word iedere dag op straat aangehouden en de mensen moeten even handschudden of even een kus geven of wat dan ook. Fantastisch, fantastisch. Nou, dat maakt toch 20 miljoen keer goed wat die paar idioten verpesten. Oké. Waar ga je naartoe? Waar wil je naartoe gaan met je ontwikkelingen? Ik heb nu natuurlijk tegen Willem dank gezegd, nou, de buurt moet af, dat doet niemand anders. Want we gaan straks bij die hekken komen. Oh, natuurlijk, daar komen. Ja. De buurt moet af, dus ik zal dat
hotel afmaken en ik zal die straat afmaken. En dan is het ook een economisch geheel. Je kunt wel een museum neerzetten, maar verdien je natuurlijk nooit eraan. Nee. En een bibliotheek kost ook geld en een wetenschappelijk instituut kost ook geld. Dus ik wist, er moeten wat restaurants bij en wat bars. En er was dat Porto Passeo Hotel, dat stond op het punt om failliet te gaan. Dus jongens, laten we proberen dat een wat groter geheel te maken. Dan is een economische eenheid die zichzelf kan bedruipen. Wat aan de ene kant verdiend wordt, kan aan de andere kant worden uitgegeven. Als het op nul uitkomt, is iedereen gelukkig. Okay. Ja, dat was het uitgangspunt. Dat is nog steeds het uitgangspunt. Dan hebben we een gezonde zaak. Ik hoef er niks aan te verdienen. Dat is ook niet de bedoeling. Het zit in de stichting. En de stichting draait kiet. Ja, dat is het hele uitgangspunt van het ontwikkelen van de buurt. Klaar. Nou, ik had er volstrekt geen zin in. Het duurt weer een jaar of zo. Moet weer een jaar rennen. Maar goed, ik heb gezegd, dat doen we en dat doen we. Klaar. Vele ondernemers voor jou zijn er geweest. Die zijn heel hard weggelopen. Anderen hebben de indruk van dat ze moeten smeken om in miljoenen te investeren. Ook weggelopen. Jij bent gebleven en je hebt je kostbare tijd genomen om hier even openhartig te praten. Jacob, ik moet je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. We kunnen uren doorgaan, maar misschien over een paar maanden dan nog eens een keer om te kijken van wat er in die tussentijd gebeurd is. Met die hekken, onder meer. Ja. En of je niet geïnfecteerd wordt door de depressie. Je hebt het aangegeven, er is één ding wat de moeite waard is en dat is, zoals Aleko Snog dat zegt, de Curaçaoënaar heeft een nobele aard. Dankjewel voor je tijd. Dat is heel plezier. En je liefde voor Curaçao, de Curaçaose mens. Dames en heren, dat was Jacob Gelddekker. Nog een keer, geld met een T. Ik moet u bedanken voor uw aandacht. Dit was Binnenste Buiten met Jacob Gelddekker van Cura Hollanda. U moet zeker gaan naar het museum. U moet zeker een bezoekje brengen aan dit stuk Curaçao dat herleeft zoals het ooit daar gestaan moet hebben. Of was vanmiddels de sfeer in ieder geval proeven van hoe rijk we zijn. Ik wens u, als u gaat slapen, prettige avond. Ik zou zeggen tot volgende week. En droemidoji. Ajo.